Michel van den Burg, voorzitter van het Genootschap van de Handschoen. Jullie zijn eigenlijk de drijvende en coördinerende kracht achter alle festiviteiten van het afgelopen jaar. In februari van dit jaar stonden we ook al samen voor een klein gesprekje. Dat was bij de officiële opening van de festiviteiten. Vocht Geertrudis in Geertruidenberg. Het toneel voor de officiële opening van het jubileumjaar 800 jaar stadsrechten Geertruidenberg. Welkom to this event ter gelegenheid van 800 years Geertruiden Mountain. In the volksmouth better known as the mountain. A little city in the shadow of Raamsungsveer. Famous, very famous by great vestingen around the city. Most of them were bewaard gebleven, like the Cool Tower. En nog een aantal van die smokepijpen. Maar laten we er vooral ook een feestjaar van maken. Zodat we in de toekomst er nog veel over na kunnen praten. Want de toekomst is zeker zo belangrijk als het verleden. En ik kan u één ding verklappen. De nabije toekomst bestaat uit heel veel feestvieren. Thank you.
Michel, voor volgend jaar, voor het genootschap? Een groot zwart gat? Of hoe gaat het? Ik heb zelf nog geen andere specifieke invulling nu deze klus erop zit. Ik heb daar straks in mijn afsluitende speech wel aangegeven. Joh, ik vind het heel mooi dat als mensen opereren vanuit de gedachte van wat kan ik nou doen voor mijn gemeente, om het hier mooier en levendiger te maken. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ik weer tegen iets anders aanloop. Een aantal mensen van het genootschap gaven daar straks al te kennen van ik vond het wel leuk, was wel typisch, want ik heb alweer een nieuw klusje intussen. Ik heb dat zelf niet. Ik vind ook wel, ik vond het vooral heel erg inspirerend ook om mensen uit te dagen om de boel mee op te pakken, zeg maar. En dat doe ik altijd, denk ik. Of dat ik nou met het genootschap bezig ben of met weer iets anders, ik zie wel.